Deze boom is ziek. Hij heeft de kastanjeziekte. Ik vind het jammer, want het is een hele oude boom. Hij is 110 jaar oud. Ik ga je laten zien waar jij die kastanjeziekte aan kunt herkennen. Zie je deze zwarte korsten? Dat zijn kleine wondjes waar de bacterie naar binnen is gedrongen. En die wondjes die gaan bloeden. Daar komt een soort vloeistof uit en die verkleurt bruin. En dat is de bast. De bast die aan het rotten is. En daarna zie je, als de bast helemaal afgestorven is, dat er van die scheuren ontstaan. En dan is de boom echt ziek. Want de bast zorgt ervoor dat het water naar de kroon kan en van de bladeren het voedsel naar de wortels. En dat kan nou niet meer, want die bast is dood. En het hout dat hier onder die bast ligt, dat droogt uit. En dat wordt bros. Deze boom is ziek.